En dan het nieuwe fragment van deze week. Het is afkomstig uit het wedstrijdgebied waar we vandaag te gast zijn. En mijn lord, daar ziet u volgende week een verslag van de Zuiderzee Rally. Het fragment, nummer 3, komt ook uit de Zuiderzee Rally. Achter het stuur Ger van Krimpen op het dijkproefje bij Lemmer. Het is de ouderwetse Zuiderzee Rally van 1990 die net zo nat en glad was als de Zuiderzee Rally van vorige week. We zitten op een van de dijkproeven bij Lemmer. Het is een rond koers en door een verkeerde bandenkeuze lopen nogal wat deelnemers vertraging op. Opmerkelijk fragment komt van Ger van Krimpen. Toen in een hele snelle Ford Sierra Cosworth 4x4. Daar komt hij aan. Voor hem zit de Volkswagen Golf van François Kopal. Beide gaan nu het smalle dijkweggetje op en Kopal wil Van Krimpen er niet voorbij laten gaan. Dat gebeurt op het smalste stuk. Van Krimpen heeft op sliks geen grip en dan gebeurt er dit. Van Krimpen vliegt eraf, komt op zijn kop in het water terecht. En het is uiteindelijk zijn navigator John Mellington die Ger van Krimpen bevrijdt. Een waanzinnig vreemd moment uit de Zuiderzee Rally van 1990. Gelukkig met goede afloop. Ger van Krimpen.